Ik vond het heel indrukwekkend. Ja, je maakt het eigenlijk nooit mee. Nog nooit eerder zoiets meegemaakt en het was echt heel erg cool. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg was voor één dag het terrein van de kinderen van het V-team. Ze gingen in gesprek met veteranen en konden onder andere hun vragen stellen aan opa Kees. 75 jaar geleden was hij voor het Nederlandse leger in toenmalig Nederlands-Indië. Was het gevaarlijk? Ja, het was altijd gevaarlijk. Want we hadden natuurlijk te maken met een heel ander leger in het land. En dat leger dat wilde ons niet hebben. De V-teamers kwamen veel te weten bij de tentoonstelling De Klas van 45, waar ze in het leven stapten van kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden. Ik vind dat kinderen dat ook moeten leren, want dan weten ze, als ze groter worden, dan weten ze, oh ja, dat heb ik meegemaakt. Het is heel erg goed voor kinderen om te kijken in het verleden wat er allemaal is gebeurd. Ik vind wel dat grote mensen wat minder, zeg maar, ruzie mogen maken over landen of over andere dingen. De V-teamers kwamen vooral voor het schoolconcert De Missie van het Veteraneninstituut. Ten eerste denk ik, iedereen heeft in het leven een missie. Misschien weet hij zijn missie niet, misschien wel. Misschien heb je daar wel een heel goed beeld bij. Ik ben nog een beetje aan het nadenken van wat mijn missie is. Mijn missie is om de wereld beter te maken. Om door kinderen 21 eeuwse vaardigheden te leren. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat elk kind, maar eigenlijk iedereen in Nederland, kan leven met gelijke kansen en leven zonder hokjes, denk ik. Bijzonder hoe film en live muziek worden gecombineerd, want dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Dus dat maakt de boodschap nog sterker, zeg maar. Wat vindt u ervan om dit zo te kunnen doen en deze boodschap te kunnen neerzetten voor de jeugd? Ik vind het heerlijk. En ik hoop dat ze een heleboel van opsteken. Ik vond hoe het verhaal werd verteld prachtig. Met weinig taal, maar veel geluid en beeld. Als je kiest voor de vrede, moet je offers maken. Het is gevaarlijk, maar we vechten voor de mooie dagen. Een wereld van verschil, ook als je bijdrage klein lijkt. De missie die is ver weg, maar kan ook dichtbij zijn. Zo zie je het wel eens op tv, of dan hoor je het geluid en dan ineens besef je, oh wacht, dit is live. Dus dan denk je ineens van, dit wordt gewoon nu gespeeld. Ja, dat was heel gaaf. Het was ook heel gaaf dat het orkest zo de live muziek speelde. En dan met het beeld en dan heel weinig tekst. Dat was echt heel cool.